Mijn naam is Arjan Moes. En toen wij 2 jaar geleden hebben besloten deze woning te gaan verbouwen, althans dit hele voorhuis, hebben we ook besloten dat er een warmtepomp in moest. Tijdens zo'n verbouwing ga je ook nadenken over wat voor energievoorziening krijg ik in zo'n huis. Toen was gas al niet meer echt de maatstaf, dan hebben we ook nagedacht over een warmtepomp. We hebben uiteindelijk gekozen voor deze specifieke opstelling, omdat de opstelling zoals die van Nevin Bosch de meest stille oplossing bood, die we ook nog ver van het huis konden zetten. Op die manier vonden wij dat voor ons de beste oplossing. Sinds 2 jaar hebben we nu het systeem in gebruik. En ik moet eerlijk zeggen, de installateur is hier weggegaan, die heeft de stekker in het stopcontact gedrukt. En sindsdien is er nooit meer iemand bij geweest en is hier altijd behagelijk geweest. En daarnaast hebben wij voor ons warm water, ons tapwater, zeg maar, nog altijd de gasgestookte ketel. Dus wij ervaren totaal geen verschil in het gebruik. En wel het enorme fijne comfort van de vloerverwarming, want die hadden we hier voorheen niet. Het energieverbruik is fors minder geworden. In die zin dat we wel iets meer elektrisch zijn gaan verbruiken, maar het gasverbruik drastisch gezakt is uiteraard. Dit hybride systeem van Nevin Bosch heeft een module in zich die zelf kan kiezen of die nou gas of elektrisch gebruikt. En dat doet hij aan de hand van de waardes, de prijzen die op dat moment in dat systeem ingevoerd zijn. En dat is een groot voordeel, dus hij pakt zelf of stroom of gas. Wat we hier zien is een combinatie van een combiketel en een hybride warmtepomp binnendeel. Het hybride warmtepomp binnendeel verzorgt uitsluitend de cv-voorziening van de woning. In dit geval is dat de vloerverwarming. Wat we hier zien is dus de cv-ketel met het warmwatervoorziening voor de badkamer en de keuken. En daarnaast ondersteunt hij de hybride warmtepomp als het buiten te koud wordt. Deze opstelling van Nevin Bosch met de monoblok buitenunit en deze binnenunit, die kan tot een buitentemperatuur van 4 à 5 graden onder nul. Komt hij beneden die temperatuur, schakelt deze hybride cv-ketel bij en ondersteunt hem. Totdat de buitentemperatuur weer oploopt en dan neemt hij hem weer over. En dan komt de warmte van de buiten rechtstreeks de vloerverwarming weer in. Omdat we hier de ruimte hebben, hebben we gekozen voor een monoblok. Dus wat een grotere unit, maar minder geluid. En in deze tuin hebben we mooi de gelegenheid om hem mooi op de rand van de tuin te zetten. Mensen vragen me vaak of de buitenunit ook veel geluid maakt van de warmtepomp. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de wind meer hoor dan dat ik de buitenunit van de warmtepomp hoor. Daarbij, in de winter, als die echt veel draait, dan zit ik niet buiten. En in de zomer, dan draait hij nagenoeg niet. Maar hij is zo verschrikkelijk stil. Ik heb daar totaal geen last van. Ook in de zomermaanden, als het buiten warm is, dan merk je wel dat de vloer in huis lekker koel is. En dat is omdat je het hele jaar dezelfde temperatuur ingesteld houdt. Merk je gewoon dat die ook een koelende werking op de vloer heeft. En dat is toch comfortabel, dat voelt toch behagelijk. Dus dat is een hele fijne bijkomstigheid bij dit systeem.